Het aantal bussen in het openbaar vervoer dat op dit moment wordt verzorgd door de PLO, NVB en de schoolbussen kan met meer dan 2/3 deel worden teruggebracht. Zo klinkt een van de conclusies uit het onderzoeksproject dat is uitgevoerd door de ingenieursbureaus Ilaco NV en MC Rit uit Spanje. Transportdeskundige van Ilaco Suraj Kishmoumisir gaf tijdens zijn presentatie aan dat de overheid goedkoper kan uitkomen omdat alle NVB-bussen worden gehuurd van particuliere bushouders. Alleen in Paramaribo en Wanica heeft de PLO 35 busroutes waarvoor er 1000 vergunningen zijn uitgegeven en er op dagbasis 42.000 passagiers worden vervoerd. Er zijn te veel bussen voor het aantal routes, legt Kishmoumisir uit. Het aanbod, PLO, we kijken voor deze studie zoals meneer Patanin heeft aangegeven, naar grote Paramaribo, Paramaribo-Wanica. En in dat gedeelte zijn er voor PLO binnen het studiegebied 35 routes, 35 lijnen. Met meer dan 1000 bussen die opereren in het studiegebied. En over het heel land zijn er meer vergunningen uitgedeeld, zoals de minister aangaf, rond de 1300, 1400 in totaal, met het gebied 1000. NVB die heeft 350 bussen, meer dan 120 routes, grotendeels buiten het studiegebied. Schoolvervoer 250 operators, 750 routes, 1 operator kan meerdere routes bedienen, ongeveer 15.000 studenten per dag. Het tijdschema, PLO heeft, of tenminste het private gedeelte, dat heeft geen tijdschema. Er is ook een tevredenheidsonderzoek verricht onder de passagiers, vooral bij de congestie van de bussen, bij de busterminals scoorde slecht. Gevolgd door de reistijden en de wijze van het besturen van de bus door de chauffeurs. Aan de andere kant voelen passagiers zich wel veilig bij de terminals. Kishmoumisir gaf aan wat er als aanpak kan worden gebruikt om het openbaar vervoer te ordenen. Hoe kunnen we het netwerk verbeteren? Infrastructuur, hoe kunnen we betere voorzieningen voor de gebruikers hebben bij de terminals? Bushaltes, tijdschema's. Float, hoe kunnen we de float verbeteren? Hoe kunnen we een methodologie opbrengen wat duidelijk is om de kosten in kaart te brengen, om op het goede compensatiesysteem te komen? Tarieven, een ticketsysteem, informatie voor de gebruikers, heel belangrijk, iemand die niet weet, iemand die een toerist bijvoorbeeld, iemand die niet reguleert van het openbaar vervoer gebruik maakt, moet ook alle informatie kunnen hebben. Verkeersmanagement. Hoe kunnen we de bus voorrang geven? Contractsysteem, hoe kunnen we dat efficiënter maken? Dat we bijvoorbeeld concessies opnemen waarbij verschillende bushouders als één orgaan zeg maar, dealen met de overheid en versterking van de overheid. Er wordt ook gekeken naar het opzetten van een heel nieuw netwerk waarvan de voorspelling is dat het een aantal jaren zal duren alvorens die resultaten zal opleveren.